Goed, dus u bent er niet voor om die leeftijd te verhogen naar 18 jaar. Collega's van u zijn dat wel, maar hier hoeft u niet met één mond te praten. Nou, we hebben hier wel met één mond gesproken, want in de Kamer hebben wij uitvoerig maar u doet het hier niet. Nee, maar hierover heb ik met mijn collega's in die zin gesproken dat wij met een nota naar de Kamer gegaan zijn. Ja. Dat we hebben gezegd, die 16 jaar die handhaven we. Gemeenten kunnen wel gaan experimenteren, als men dat wil, met het ophogen van die leeftijd. Maar een landelijke herziening van die leeftijdsgrens komt er niet. En wat mij betreft zal die er ook niet komen. Goed, meneer Klink, laten we het gaan hebben over de toekomst van de gezondheidszorg. Ik heb namelijk beloofd dat we het over hoeveel chronisch zieken zijn er inmiddels? 1,4 miljoen, geloof ik. Of zijn het er zelfs meer? Nou, ik denk dat je in die richting moet denken, ja. Over welke belangrijkste chronische ziektes hebben we het dan? Diabetes spant echt wel de kroon. Ja. Ik meen dat wij, maar ik put nu uit mijn geheugen, ongeveer 600.000-700.000 diabetespatiënten hebben. En dat neemt tot 2020-2025 toe met 60%. En dan zitten we alleen al aan diabetespatiënten, dus over de miljoen. En dan heb je ook nog mensen met ziektes aan hun luchtwegen. Dat is ook een chronische ziekte, astma en zo. COPD. Hart. Hartfalen. Goed. Nou is een van uw allergrootste uitdagingen, denk ik, om die zorg niet alleen betaalbaar te houden. Dat is een uitdaging, ongetwijfeld. Maar vooral ook om die te verbeteren. Kijkend naar de huidige behandelpraktijk bij die chronische ziekte, waar bent u dan niet tevreden over? Nou, ik heb het onlangs wel zo uitgedrukt dat, ook als ik mensen in mijn persoonlijke kennissenkring, maar ook als u naar de websites gaat van patiëntenverenigingen, ziet u eigenlijk het beeld ontstaan van een chronisch zieke. Diabetespatiënten, daar is dankzij de Diabetesvereniging Nederland echt zijn behoorlijke stappen gemaakt om het al te verbeteren. Maar desalniettemin het beeld ontstaan van een patiënt die vervolgens gezegd wordt, u hebt hartfalen of u hebt inderdaad een ziekte aan uw longen, astma. U zou eigenlijk zorg moeten ontvangen van een fysiotherapeut, van een diëtist, van een internist, van uw huisarts, van een verpleegkundige. En gaat u maar naar huis en regelt u het maar. Ik heb het wel vergeleken met, ik ga een auto kopen en ondertussen ga ik ergens wielen halen. Ik ga vervolgens een carrosserie kopen, stuur en spiegels. En ik kom met een bouwpakket thuis. En het idee van, meneer Klink zet dat wel in elkaar. Zo is een beetje onze zorg geregeld. En u moet zich... U kunt zich wel voorstellen wat dat voor mensen betekent die met hartfalen naar huis gaan en onthutst toch vaak ook achterblijven. En het idee van, mijn hemel, wat kan mij overkomen en waar moet ik mijn hulp gaan zoeken? Kost dat letterlijk levens, dat mensen dat allemaal zo zelf uit moeten zoeken dat ze, dat ze daartoe vaak niet in staat zijn? Nou, laat ik in elk geval zeggen, in Duitsland heeft men bijvoorbeeld AOK, dat is dan een verzekeraar, die biedt zelf geïntegreerde zorg aan. Die let er heel sterk op die samenhang. En die hebben in 2 jaar tijd, als je de resultaten daarvan ziet, die zijn echt toch fabuleus. Het aantal hartinfarcten van mensen neemt enorm af. Dus dat patroon zie je binnen 2 jaar, zie je dat het aantal mensen wat naar het ziekenhuis moet, op grond van het feit dat er te veel vocht in het hart gekomen is, neemt ook sterk af. Dus die conclusie kun je eigenlijk wel trekken, dat het waarschijnlijk levens redt als ja, het anders gaat. Levens, ja, dat gaat zeker. En dat het dus levens kost om en, het niet te doen. Vergis je niet, in de tijd dat mensen het leven hebben, biedt het enorme kwaliteitswinst, want het gevoel dat je begeleid wordt door de zorg en dat je niet op de zorg aangewezen bent als je in een crisis komt, maar dat je die al ontvangt ten einde die crisis te vermijden, dat levert voor mensen buitengewoon ook psychologische houvast. Goed, u wilt dus niet meer dat mensen in de toekomst allemaal hun eigen kostje bij elkaar moeten zoeken wat dat betreft om hun ziekte te bestrijden. Wat wilt u wel? Ja, ik wil dus graag samenhangende zorg. Dan moet ik melden dat, kijk, wat dan gaat, vind ik het gezondheidszorgveld buitengewoon initiatiefrijk en ja, u moet ze wel paaien nu, maar zeg eerst even wat u wil. Nou, misschien kan het aan de hand van hun activiteiten illustreren. Je ziet nu zorggroepen ontstaan door huisartsen in de benen, gerealiseerd. En daarin zie je dus samenwerkingsafspraken met de diëtist, met de fysiotherapeut, met de verschillende professionals die ermee gemoeid zijn. En daar verplicht men zich tot samenhangende zorg en dat wordt ook een eenduidig prijskaartje bij de verzekeraar neergelegd. Ja. Voor zover er betaald wordt, en er moet natuurlijk betaald worden, is de keerzijde ervan dat er samenhangende zorg geboden moet worden. Ik wil ook toe naar een situatie waarin patiënten dat kunnen nagaan, hè, in hoeverre er zorg en samenhang geboden is. Wacht even, u zegt de keerzijde daarvan is dat er samenhangende zorg geboden moet worden. Betekent dat dan dat u zegt, als er geen samenhangende zorg geboden wordt, dan financieren we het ook niet?
Naar zo'n situatie moeten wij eigenlijk wel toe. Kijk, ik wil eigenlijk per 1 januari 2010... Sorry dat ik u steeds onderbreek, maar ik probeer het... Ja. Want ik probeer het te volgen, wat u zegt. U wilt dus naar financiering van de vraag en niet meer van het aanbod. Ik wil een financiering van een samenhangend aanbod. Ja. En dat we niet meer de gefragmenteerde zorg, dus de geïsoleerde ingrepen gaan betalen, maar dat er inderdaad een samenhangende zorg gerealiseerd wordt. En voor die samenhang komt er één prijskaartje. En onze bekostiging is nu zo ingericht dat het niet interessant is om dicht bij huis zorg te leveren. Dat is gewoon, ik zal u de techniek besparen, ja, maar graag. Onze bekostiging is er nu zo op ingericht dat het eigenlijk vooral in de ziekenhuizen blijft, voor zover het naar dicht naar mensen toe zou kunnen. En het is ook zo ingericht dat je die gefragmenteerde, dus die afzonderlijke ingrepen betaalt en niet die samenhang. Maar dan heb je het dus ook over standaardisering van de zorg. Je hebt een hartkwaal en dan moet er dat en dat en dat en dat gebeuren. En als je dat pakket dan maar aangeboden krijgt, dan wordt het ook gefinancierd. Het is standaardisering. Ja, in zekere zin standaardisering. Ik ga het niet van bovenaf dicteren hoe het er nou allemaal zo uit moet zien. Maar wat wel belangrijk is, is natuurlijk dat je weet wie erbij betrokken zijn. Bijvoorbeeld bij die diabeteszorg is het de diëtist, dan is het de huisarts, dan is het de verpleegkundige. Je moet dan wel weten wie erbij betrokken zijn. Ja. Dat is een afgeleide van de zorg die geboden moet worden. Maar die moet wel samenhangend zijn en dat willen gaan waarborgen door de bekostiging te veranderen. En inderdaad met elkaar de zorgstandaarden gaan afspreken die niet direct verplicht worden opgelegd, maar die wel een handvat zijn om te kijken in hoeverre er echt kwaliteit geboden wordt. Klinkt ook als een handvat revolutie. Voor de patiënten zelf. Ja, klinkt als Kijk, een revolutie. Mijn voorganger heeft het verzekeringsstelsel veranderd. Ja. Concurrentie tussen en competitie tussen verzekeraars. Maar dat levert niet zoveel op als die verzekeraars vervolgens niks kunnen bieden aan patiënten. Als ze niet kunnen zeggen, wij zijn goedkoper of wij kopen de zorg beter in, dan wel de kwaliteit verschilt tussen wat wij in onze portefeuille hebben. Nou, daar moeten we naartoe, dat dat wel gebeurt. Daarom wil ik ook dat de prijzen in de gezondheidszorg meer vrijgegeven worden. Anders heb je aan competitie niet zoveel. En ik wil een veel beter inzicht in de kwaliteit. En dat moet samenhangende zorg gaan opleveren. En dat is inderdaad een tweede revolutie. Ja. Ja. Nu begrijp ik ook zo goed waarom u het elektronisch patiëntendossier nodig hebt. Want als je samenhangende zorg wil bieden, moeten die samenhangen dus ook voor iedereen inzichtelijk zijn. Ja, dat is één van de redenen. De andere is toch dat je heel veel... Kijk, wij hebben een zorgstelsel, een bekostiging, waar het uiteindelijk niet om de aanbieder gaat en ook niet om de politiek gaat, maar om de patiënt gaat. En als u kijkt naar de klachten van mensen die vooral aan chronische aandoeningen lijden, zijn eigenlijk drieënlei. 1. Er wordt te weinig samenhangende zorg geboden. 2. Er wordt te weinig gecommuniceerd. Men weet van elkaar niet precies wat er gebeurd is. En 3. De financiering staat dat in de weg. Dat laatste, daar ben ik verantwoordelijk voor. Een dure plicht om dat te veranderen. Maar de communicatie moet ook verbeteren. En daar is inderdaad het elektronisch patiëntendossier belangrijk bij. Ja. Eén getal. 18.000, 19.000 mensen die opgenomen worden in ziekenhuizen per jaar vanwege het feit dat ze medicatie gekregen hebben, geneesmiddelen die met elkaar strijden en dus gezondheidsschade opleveren, dan heb je het alleen nog maar over de ziekenhuisopnames. Okay. Hoeveel afzeggingen heeft u al eigenlijk? We hebben en dat was ook onze inschatting dat het zou gebeuren, rond de 1%. Ja, ja. Maar dat is natuurlijk nog lang niet alles, want ten eerste is het nog geen 15 december... en die datum van 15 december is sowieso onzin, want mensen kunnen ook, als die wet al ingevoerd is, nog altijd eruit, hè? Kunnen ze altijd, sterker nog. Ja. Moeten we zeggen dat die datum van 15 december echt onzin is, hè? Nou, die is niet helemaal onzin. Dit is een algemene traject. Vanaf 15 december gaat er namelijk het volgende gebeuren. Dan gaan huisartsen op vrijwillige basis, of apothekers of ziekenhuizen, gaan meedoen aan het EPD. Ja. Tot die tijd hebben we in algemene zin de mensen de mogelijkheid willen geven. Dat is niet zoiets van, dat moeten we, we willen dat ook. Mensen die mee willen doen, moeten de mogelijkheid krijgen om niet mee te doen. Maar die blijven ze houden, toch? Die mogelijkheid. Zeker. En na 15 december gaat het volgende gebeuren. Als een huisarts of een apotheek gaat aansluiten op het EPD, dan krijgt degene die bij die huisarts als het ware in portefeuille zit, die krijgt alsnog een bericht en weer de mogelijkheid om te zeggen, ik doe niet mee. Ja. Het is niet van bovenaf opgelegd. Okay. Mensen moeten die mogelijkheid ook krijgen. Goed. Eigenlijk kun je pas volgens mij beslissen of je aan mee wil doen als je ook echt de wet hebt gezien. Die wet is er nog niet. Hebben wij bijvoorbeeld straks zelf inzicht in ons eigen dossier?
Ja, ik vind het wel buitengewoon, de Kamer heeft daar ook om gevraagd, maar van groot belang, dat als het verplicht wordt voor de huisartsen en de arts om mee te werken, dus nogmaals, mensen worden niet verplicht, ze kunnen altijd bezwaar aantekenen, of zeggen, ik wil bepaalde onderdelen wil ik er niet in hebben in het dossier, dat kan ook allemaal, maar als het voor de huisartsen verplicht wordt, wil ik ook, dat patiënten vervolgens van buitenaf kunnen inloggen in een dossier en dat kunnen inzien en eventueel zeggen van, ik wil die onderdelen toch uit het dossier hebben. Bij wie moeten ze dat zeggen dan? Dat kunnen ze tegen een huisarts zeggen. Okay. Ja. Goed, u gaat een revolutie teweegbrengen, zei u net, in de zorg. Ik heb nog één vraag over het EPD, maar dat is meer een persoonlijke vraag. Als je het niet gekregen hebt, dat formulier om, om af te zeggen, waar moet je het dan aanvragen bij het ministerie? Ja, ik zou het graag aan iedereen persoonlijk uitdelen, maar dat kan niet. Dat kan onder andere op het ministerie, ook bij de huisartsen of bij de artsen kan dat, dacht ik, zou ik na moeten gaan. Maar in elk geval komt ook in de tweede ronde nog de mogelijkheid voor, om nee te zeggen. Geef het revolutie, toch maar. Geef het toch maar. U krijgt hem. Dan kan ik het meteen invullen, krijgt u het weer mee terug. Misschien één punt over die revolutie. Ja. Hè? Kijk, de huisartsen, daar weet ik ook dat die één met mij een gesprek willen over het conflict wat we hebben. Ja. Rondom de bezuinigingen, de ombuigingen moet ik eigenlijk zeggen. Maar ik weet ook dat ze die kant op willen. En daar ligt, en daarin zijn we het in elk geval wel eens, een buitengewoon grote kans om zorg dicht bij huis te leveren. De eerste lijn, de speel van de gezondheidszorg te laten zijn. Dus dat biedt naar mijn gevoel ook sterke openingen om met elkaar in gesprek te gaan. Uw plannen zijn mooi, maar u bent ontzettend afhankelijk van of het veld mee wil werken. U bent de CDA-minister. U hebt natuurlijk, u bent overtuigd van het begrip soevereiniteit in eigen kring. In dit geval denk ik onder de professionals zelf. Tegelijkertijd moet u natuurlijk nu als minister van bovenaf sturen om deze gigantische revolutie door te voeren. Ja. Hoe voelt u dat in de spagaat termen gesproken? Ja, dat, u zegt het veld, u doet alsof het veld niet mee wil werken. Nee, ik vraag gewoon. Ik constateer dat ze mee moeten werken en dat u daar dus weinig instrumenten hebt om ze te dwingen mee te werken. Nou, ze staan in feite toch echt te wachten tot wij over de brug komen met een nieuwe financiering. En als u ziet, ik heb onlangs in Nijmegen fantastische voorbeelden gezien van hoe zorg. Nog één voorbeeld. Neem de Parkinson-patiënten. Ja. In Nijmegen werd men vanuit het ziekenhuis, de UMC Sint Radboud, met fysiotherapeuten in de omgeving. Die worden apart geschoold om specifieke vaardigheden op te doen voor de Parkinson-patiënt. De mensen hebben er gigantisch veel baat bij. Vervolgens communiceert men via internet over eventuele klachten die men heeft. Die communicatie die wordt weer opgeslagen, gekeken waar er nog verbeteringen mogelijk zijn. En zo ontstaat er een netwerk tussen de eerste en de tweede lijn van de zorg, waar de patiënt baat bij heeft. En dat laatste is in feite toch volgens mij de trigger. Want daar gaat het uiteindelijk het veld en mij en u om. Ik dank u voor uw komst.